ik heb er natuurlijk al de tandarts, de osteopaat en de dierenarts bij gehad. En ze konden niet iets wat vanuit zijn lichaam komt, zeg maar, daar de schuld van geven. Ja, het gaat allemaal kriebelen, hè? Dat heet doorbloeding. Moet hij daar dragen en dat vindt hij moeilijk, dus dan duwt hij het gewicht naar voren door. Dan komt het in die kaak aan, dan kan het niet weg. En dan wil die tong eruit. Super! Heel goed, hij mag stappen hoor! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlogje van Happenings King & Boom. Wij gaan vandaag lessen bij Noor Tanger. En iedereen kent Noor Tanger van de hilarische filmpjes op Facebook. Waarin ze dus problemen en ruiters belachelijk maken eigenlijk. Ja, weet niet of je het zo moet noemen, maar in ieder geval. Ze brengt het op een komische manier, maar ze gaat ook gewoon serieus dressuurles geven. Ja. Dus wij gaan vandaag naar haar toe. Bo heeft al sinds dat hij bij ons is last van tongproblemen. En dat hij zijn tong gewoon eigenlijk uitsteekt en draaien. En hij verdraait heel zijn kaak en dan steekt hij daarbij zijn tong uit. En dat is heel moeilijk om dat los te krijgen, zeg maar. Dus ik had bij Noor Tanger een bericht gezien op Facebook met een filmpje erbij. En dat leek me wel heel interessant om haar ernaar te laten kijken. Want ik heb er natuurlijk al de tandarts, de osteopaat en de dierenarts bij gehad. En ze konden niet iets wat vanuit zijn lichaam komt, zeg maar, daar de schuld van geven, om het zo maar even te zeggen. Dat was niet een verklaarbare reden voor. Nee, waarom die het deed. Dus ja, wij gaan daar even een andere blik op laten werpen. Yes. Veel zin in. Ja. Ga links. Wel spannend. Straks zegt ze niet meer te redden. We zijn er. Het waait hard hier in het dorp. We hebben hier de concourskast weer mee. Super handig. Dus dat is het. Ik was een beetje ongeduldig vandaag. Ja, ik heb gewoon gas in, maar ik heb wel een beetje dat hij dat mag. Ja. Deze roze Esther uit de kast getrokken. Maar jij vindt dit amazing, Jimmy is zo blij met vandaag. Kijk! Hallo! Stop! Oké, heel mooi. Beautiful. Ja. Wil je nog even reclame maken voor jezelf? Nee, toch bij Jimmy! Nou, wat moet ik Ja. Ze heeft hem eerst helemaal nagevoeld met zo'n drukpuntenmassageachtig iets. Bloedsomloop. En we gaan nu eventjes zijn zadel en hoofdstel pakken. En dan gaat Jim erop. Top. Goed. Ja, losmaken en lengte erin. Lig je? Mama moet je wel handles geven. Even stil. Juist. Maak hem los. Dan ga je hem naar binnen stellen en dan breng je de achterhand iets naar buiten. Goed zo. Blijf hem losmaken als hij verstrakt in die kaak. Goed zo. Dan ontspan je als hij ontspant. Goed, binnen achterbeen eronder. Losmaken weg, losmaken weg, losmaken weg. Goed. Ja. Goed. En dan stel je hem naar buiten, breng je de achterhand naar binnen. Losmaken, losmaken, losmaken. Lief, mama moet les geven. Wijs een beetje af. Goed, en dan laat je hem langer worden in de teugel. Goed, en dan maak je weer een ophouding, maak je hem weer los. En dan maak je hem weer langer in de hals. En weer losmaken, juist. Ja, beweeg de kaak los, want hij doet dit, hè. Knetterstrak wordt hij dan. Dan beweeg je het los. Want hij wil dat jij ook strak wordt. Dat is namelijk makkelijk. Goed
zout. Losmaken, hand voor. Losmaken, hand voor. En dan weer binnenstelling, achterhand naar buiten. Ik wil echt sterker. Goed, en dan breng je weer lengte in die hals. Ja, daar. Losmaken, want daar duikt hij gelijk ook weer op je hand. Dus je maakt het weer los. Goed zo. Maak hem los, hand weg. Wordt hij weer sterk, maak je het weer los. Goed zo. Ga je op de andere hand hetzelfde doen op die volte hier. Dus je gaat op de volte van de hand veranderen. Liz, echt serieus. Losmaken, weg. Goed zo. Elke gram die hij in die kaak wil vasthouden, maak je los. Goed zo. Goed zo. Doorvragen, losmaken, weg. Alsmaar. Ja, goed zo. Goed zo. En dan stelling naar buiten, achterhand naar binnen. Je blijft dat losbewegen. Juist. We willen eerst nul gewicht in je hand. Hij moet echt die kaak ontspannen. Goed zo. En steeds kijken of je hem langer kan maken, maar hij moet het ronde behouden. Dus we willen niet kort rond, maar rond lang. Links losmaken, rechts losmaken. Hand weg. En omstellen, lengte. Losmaken in het omstellen. Goed, en hand weer voor. Echt los, maar hij mag echt absoluut nergens naar kijken. Zijn leven wordt vandaag even heel erg moeilijk. Maar dan wordt het ook fijn. Losmaken en lengte. Super. Goed zo. En stelling naar binnen, achterhand naar buiten. Stelling naar buiten, dan neem je hem wijkend mee naar binnen. Je blijft hem losmaken. Goed zo. Ja, losmaken, losmaken. En weg. Goed zo. Super. Goed zo, maak het los. Dus als je voelt dat het op slot slaat, beweeg en elleboog weer los. Goed zo. Want in die elleboog van jou voel je zijn kaak. Goed zo. En weer omstellen. Losmaken. Lengte erin brengen. Naar het hals trekken, maar dan rond. Ja. Goed zo. Dan ga je aandraven. Hetzelfde. Klein drafje. Losmaken, losmaken, losmaken en weggeven. Goed zo. Kaak strak houden. Goed zo, losmaken, losmaken. En naar die lengte en dan wil je richting hals trekken, maar rond. Beweeg die kaak los en geef lengte. Goed zo. Losmaken. Goed zo. En dan ga je elke keer als het buitenvoorbeen landt, een duw op je buitenstijgbeugel geven. Dus nu, 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 nu. Je duwt met de bal van je voet op die buitenstijgbeugel. En je maakt hem los in de kaak. En je duwt je hand mee als die ontspant. Ja. Ja, en dan nu, nu, remmen nu, 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 harder. Meer gewicht in dat buitenvoorbeen gooien. En dan denkt hij eerst, ik ga wel harder lopen. Maak hem los en geef lengte. Goed zo. Goed zo. Goed zo, langzaam. Goed zo, dat. Losmaken, weg, losmaken, weg. Goed zo. Losmaken. Elke millimeter is van jou, niet van hem. Elke milligram is van jou en niet van hem. Losmaken, weg, losmaken, weg. Goed zo, losmaken, weg, losmaken, weg. Goed zo, daar, super. En dan zeg je tegen hem, langzaam, kerel. Goed zo, juist, langzaam. Goed zo, losmaken, weg. Goed zo. Nul gewicht in je hand. Elke gram losmaken en dan duwen. Ja, ja. Super. Laat je die elleboog los. Spaghetti armen. Goed zo. Ja. Ja. Super. Super mooi. Hoe voelt ie? Ja? Fijn. Goed zo. Lekker los zo, hè? Heel goed. Niet van jou, hè? Oké. Gaan we even stappen en dan draaf je aan. Ga je doorzitten. Nee. Is er niet aan speel? Nee. Blijf hem losmaken, ook in de overgang. Heel goed. Oké, gaat hij losmaken? Gaat hij links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Blijf losmaken. En links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, losmaken. En weer links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Echt een duw alsof je dat been in de grond wil duwen. Jouw voet moet in de grond willen. En weer. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Losmaken, onderrug los. En links, rechts, links, rechts. Super! Goed zo!
Oké, los blijven maken, travers dit stuk. Niet sneller. Los blijven maken in die travers. Los blijven maken. Goed zo. Goed zo. Maak los. Maak los. Twee kanten. Goed zo. Losmaken en hand weg. Goed zo. Hij mag nergens naar kijken. Is verboden. Goed zo. En weer travers. Los blijven maken. Beweeg het los. Beweeg het los. Ook rechts. Ja. Goed zo. Deze lange zijde weer. Maak hem los en geef weg. Losmaken. Niet erin hangen, want dat vindt hij fijn. Dan kan hij trekken. Bewegen. Beweeg het los. Dat wat je je hele leven nooit mocht doen, mag je van mij wel doen. Losmaken. Goed zo. Losmaken en weer stijgbeugel helpen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Losmaken. Goed. Onderrug los. Ademen. Buikspieren aan. Of buikpudding. Maakt niet uit wat daar zit. Maakt niet uit als het maar aangespannen wordt. Losmaken. En weer links, rechts, losmaken, hand weg. Goed, en appiëment. Losmaken, losmaken, losmaken. Goed zo. Ja, goed zo, super, super. Zo, en linkerhand. Zo. Ja, mooi. En dan mag je weer licht rijden. En dan ga je weer op de volte bij B. Maak je hem weer ronder, langer in die hals. Hij is wat belachelijk knap. Oud staat ook op hem. Ja, goed. Naar het hals trekken. Blijf die kaak losmaken tussendoor. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Super. Super. Goed zo. Ja, mooi. Nee. Sneller zijn. Want hij is bloedsnel. En jij moet sneller worden nog. Goed zo. En weer. Juist. Geef maar mee. Geef maar mee. Fijn. Ja, goed zo. Niet drijven. Hij gaat al hard zat. Been eraf. Losmaken. Hand weg. Goed zo. Super. Goed zo. En dan pak je hem weer een beetje op. Maar je blijft hem losmaken. Het toverwoord is losmaken. Dus niet de spanning op die kaak laten komen. Het gelijk voor hem weghalen. Goed zo. Goed zo. Stijgbeugel helpen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Losmaken. En weer links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Trap op je beugel. En links, rechts, links, rechts, links, rechts. Andersom. Links, rechts, links, rechts, links. Ja, ja, ja. Ik weet dat het lastig is, maar het gaat goed. Losmaken, hand weg. Goed zo. Wat voel je als je dat doet? Ja, dan ga ik automatisch meer in mijn handen. Ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Losmaken. Ja. Langzaam, vriend. Gozet. Goed zo, losmaken. En dan ga je zo meteen van hand veranderen. FXH. En dan rij je een keer naar voren. En je blijft hem losmaken. Ik moet gewoon tapejes op gaan nemen. Goed zo, vanaf. Gewoon losmaken. Losmaken. Blijf hem losmaken. Maak hem recht. Maak hem los. En dan rij je weg. En onderweg maak je hem nog een paar keer los. Ja, lekker. Lekkere pony. Goed zo, maak hem los en maak hem rond en maak hem lang. Goed zo. Goed. Juist. En dan ga je weer doorzitten. Maak hem los, maak hem los. Want hij verstrakt alweer, hè, die stiekem met. Op zijn achterbenen gaan zitten en gewoon zeggen, draag mij daar. Goed zo. Ja. Super. Stijgbeugel helpen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Voel je dat hij dan meer omhoog komt? Ja, ja. Dat is de bedoeling. Hij gaat meer dragen. Goed zo. En weer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Goed zo. En maak die kaak los. Super. Hoe voelt hij? Kijk, dat is goed. Pak maar een galopje. Zelfde verhaal. Losmaken die kaak. En duw je hand mee. Losmaken mee. Losmaken mee. Goed zo. Goed. Maak hem los. Net iets ronder in die hals maken. Met dat losmaken maak je hem ronder. Goed, kom maar op de volte. Goed zo.
doorvragen, losmaken. Hij moet ronder worden in die hals en dan op lengte komen. Goed zo, super. Beweeg het los. Beweeg het los. Dus schudden, dit. Tik, 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 tik en weg. Dat die kaak eventjes een prikkel krijgt om te ontspannen. Goed zo. Juist hem. Juist hem. En weer, zodra die verstrakt. Schud die kaak los en dan hand weg. Super. Super. Links en rechts. Losmaken weg. Goed zo. Goed zo. Juist, ontspan je linker elleboog. Als daar spanning op komt, schud je die kaak aan die kant los en dan geef je weer weg. Je wil geen spanning meer op je armen. Dan heeft hij geen spanning op die kaak. Goed zo. Oh my god. Echt hè, diva. Goed zo, dan ga je terug naar draf. Blijf hem losmaken en vraag zijn aandacht. Je weet dat hij gaat loeren daar, want er komt de pony aan met een rode blauwe deken. Oh my god. Gelukkig is het niet roze. Goed, losmaken. In die overgang ook. Ja, beweeg de kaak los. Goed zo. En terug naar drap. Ontspan je zit. Goed zo. Beweeg hem los. Beweeg hem los. Goed zo. En weer naar die lengte. Ja, goed zo. Goed zo. Wat een spook. Ga nou eens iets doen waarbij je zeker weet dat hij die tong eruit gaat gooien. Alleen ga je hem nu blijven losmaken. Moet ik dat zelf doen? Ja, kies maar iets waarvan je zeker weet. Nou, normaal doet hij dan altijd. Maar nu blijf je hem losmaken. Ja, ik had het weer niet doen. Nee, maar goed, dat is dus de test. Ja, want net dreigde die en bleef ze losmaken en ze was weg. Goed zo, maak los. Maak los, maak los, maak los en duw weg, maak los en duw weg. Ja, beweeg die kaak los. Goed zo, goed zo. Want hij kwam wel even net. Ja, maar dan maakt ze weer los en is weer weg. En nog een keer. En nou met je buitenbovenbeen die schouder naar binnen duwen. Als die het buitenvoorbeen in de lucht heeft. Dus nu. En maak hem los en duw je hand weg. Ja, maak hem los, maak hem los. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja. Goed zo, keurig. Hij komt wel hoor. Moet hij daar dragen en dat vindt hij moeilijk, dus dan duwt hij het gewicht naar voren door. Dan komt het in die kaak aan, dan kan het niet weg en dan wil die tong eruit. Beweeg het los. Ja, goed zo. Goed. Juist. En dan duw je hem weer weg. Goed zo. Ja, super. Dit is mooi. Heel goed. En dan rij je een keer naar voren zo. Ja, mooi. Goed zo. Goed zo. Al beter. Al beter. Kijk, nou blijft hij los. Super goed. Ja, heel goed. Super goed. Keurig. Nu. 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 Ja, goed. Rij naar voren. Ja. Losmaken hand mee. Losmaken hand mee. Ja. Goed zo. En weer doorzitten. Stijgbeugel helpen. Links, rechts, links, rechts. Van hand veranderen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Losmaken en wegrijden. Hartstikke idee. Vanuit je heupen. Duw hem mee. Goed zo. Losmaken. Duw je hand mee. Duw je hand mee. Goed zo. Linkerstelling. Goed zo. En dan pak je linkergalopje. Blijf hem losmaken. Goed zo. Maak die kaak los. Maak hem rond en lang in die hals. Ronder. Als een springpaard. Goed zo. En nou ga je met je zit die galop naar boven vergroten. Dus als die naar boven komt met de schof, trek jij hem langer omhoog met je zit. Nu, 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 nu teugels korter. Los blijven maken. Op dat buitenachterbeen gaan zitten. Nu, 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 nu. En blijf hem losmaken. Goed zo. Ja, goed zo. Maak die kaak los. Ja. Goed zo. Oh, ik ben ook lekker bezig. Goed zo, van hand veranderen. Losmaken. Mooi. Zo.
Super. Rechterstelling, ietsje laten wijken voor je rechterbeen naar de hoek toe. Losmaken, weg. Goed zo. Mooi. Dan gaat hij ook beter buigen, hè? Ja. Goed zo. Mooi, man. Goed hoor, keurig. En dan naar voren op de lange zijde. Losmaken, recht maken en wegrijden. Super. Goed zo. Heel goed. Super netjes. En dan lengte, daar mag hij meer zakken. Ja, fijn. Super. Super. Heel goed, hij mag stappen hoor. En dan stoot hij eigenlijk dat gewicht, nou wat ik beschreef, dat stoot hij af naar je hand. Ja. En dat komt dus op die tong terecht. Want hij doet... Ja. Nou, en de natuurlijke reactie is dat je armen ook verstrakken. En dan kan die tong nergens meer heen. Dus, maar als jij dus beweegt in die strakheid van hem, dan kan het niet verstrakken. En dan moet het achterbeen het oppakken en die kaak moet zich loslaten. Ja. En dan komt die tong er niet uit. Nee. Dus dat is gewoon echt een kwestie van consequent beweging creëren in die kaak. En dan komt het echt steeds losser en hij moet natuurlijk, je moet met buigingsarbeid aan de gang gaan, allemaal dat losmakende werk. Waardoor hij steeds meer die achterbenen goed kan dragen, buigen en flexen en stretchen en zo. En dan wordt het echt steeds makkelijker. Ja, want hij vindt het ook niet moeilijk om echt los te laten, nee. Alleen daar te blijven vindt dat het moeilijk. Dat is het. En dan zijn we vaak zelf te laat met corrigeren. Ja. En dan is dat hele radertje, staat de verkeerde kant op en dan komt die tong in de knel. En dan denkt hij, ja, waar moet ik heen met die tong? Ja, gaan we er maar uit. Ja. Gewoon eruit. Nee, we want elke keer als hij bijna deze eigenlijk losmaken en dan kwam die erin. Ja. Ja. Dus er is hoop. Er is hoop. Ja, echt wel. Ja, maar er is een hengst en hij denkt nog steeds die hengst is. Boetje is weer thuis. Lekker roodjes aan het eten. Yummy, yummy. Xanti is ook lekker aan het eten. We hebben spulletjes alweer opgeruimd. Dus dat. Wil je iets toelichten over deze dressuurles? Ja. Ja? Ja. Alright. Even kijken waar ik moet beginnen. Nou, ik rijd dus al een paar jaar tegen dat probleem aan dat hij zo stug kan doen. En dat hij dan helemaal zo met die mond en die kaak. En op een gegeven moment zit ik hier met mijn hand of hier met mijn hand. En dan weet ik gewoon niet meer wat ik moet doen. Want dan zijn de teugels op, zeg maar. Dan zit ik bijna vast aan zijn bitringen. Zo gespannen wordt hij dan. En de laatste paar weken ging het hier in de bak eigenlijk al vrij goed. Maar wat we vandaag al nadat ik opgestapt was eigenlijk bereikt hebben, daar moet ik hier thuis wel een half uur voor rijden. Ja, dus dat dus is ik ga positief. Dat morgen eens even proberen hoe dat nu gaat, nu dat ik weet wat ik moet doen. Maar haar theorie is eigenlijk gewoon, hij vindt het moeilijk om op zijn achterbeen te komen. En zodra hij in bepaalde oefeningen op zijn achterbeen moet komen, gaat hij dat doorvloeien naar zijn mond. En bij zijn mond blijft dat zitten, omdat... Ja. Hij wordt heel strak en hij wil dat ik dan ook strak word, zodat hij kan steunen op mijn hand. En daardoor dus zijn onderbeen kan hij dan wel eronder zetten, maar dan krijg je wel die kaaktheorieën erbij. Dus hij moet nu sterker gaan worden in zijn achterbeen ja, nog. Ja, hij moet zelf lopen en flexibeler. Hem helpen, zeg maar. En dan aan de voorkant loslaten. Ja. Of losmaken zelfs. En hij moet ook de hele tijd samen met mij houden, want hij is nogal met alles en iedereen bezig, behalve met mij. En ik heb vandaag geleerd hoe ik dat kan oplossen. Dus dat gaan we jullie in de trainingsvideo's binnenkort even laten zien. Ja. Naarmate dat, want jullie weten allemaal hoe die natuurlijk van tevoren heeft gelopen. Dus ik wil eigenlijk allemaal een heel verschil laten zien. Ik vond dat hij heel fijn liep. Ja, ik ook. Ik vond hem heel fijn voelen vooral. Ja. Dat ik eigenlijk al lang niet meer zo, dat hij zo los was. Nee. Dus dat was zeer prettig. Ja. En dat gaan we zeker even vaker doen. Ja. Volgende week weer.
willen jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leerzaam vonden. Als jullie nog vragen hebben, dan kun je ze hieronder stellen. Als jullie haar willen volgen op Facebook of meer van haar trainingen willen zien, ze heet Noor Tang. Yes. Bedankt dus voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.